Ik kom mijn Valentijnsboeket ophalen. Oh, dat kan. Kijk. Nou, is toch prachtig? Maar liefst €3.380 haalde de buurt in de afgelopen benefietmaand bij elkaar. Jullie weten nog niet wat erop staat, hè? Alsjeblieft. Ja, dankjewel. Dit is het geworden. Ik hoop dat dit met alle goede bedoelingen van ons allemaal jullie weer die stap kunnen maken die jullie nodig hebben. Alsjeblieft. Op naar een nieuwe car. Ja. Tranen van geluk deze keer. Ja, positief tranen, zeg ik. De emotionele Remco kan amper een woord uitbrengen. Maar gelukkig komt het deze keer door het prachtige gebaar van zijn buurtgenoten. En niet door het verdriet om zijn gestolen bloemenkar. Ook heel veel vreemde mensen gewoon ons echt het beste mee voor hebben. En ons ook echt willen helpen. Dus, en dat ontroert me echt gewoon positief. Daar word ik heel ook ontroerd van. Maar dat is echt gewoon blijdschap gewoon. De afgelopen weken probeerde hij vanaf huis hier en daar een boeketje te verkopen. Maar nu is er gelukkig weer zicht op een nieuwe car. Iedereen die Remco een warm hart toedraagt, is dik tevreden met het resultaat. En hij hoort gewoon bij de wijk. En zonder hem is het wat minder fleurig. Als ik lekker bezig ben, gaat het erg goed. Dan voel ik me ook erg goed. Dus nee, daar heb ik het weer naar mijn zin. Volgens mij wordt het hoog tijd dat jij gewoon weer met die kar langs de weg staat. Dat vind ik zelf ook, ja. Dus daar gaan we voor.